Soep en vis. We waren koud de kerk binnen, sloten aan in de rij voor de presentielijst. Of ik hoorde achter mij een man het stem: Ga je zout naar even je van de hond. De uitvaart bleek weer eens een halve reunie, mede omdat het een oom, oom B, op leeftijd betrof. Ik pikte mijn ouders en zusje op en we vormden even weer het gezin van vroeger en zagen mensen die we anderhalf jaar geleden voor het laatst hadden gezien. Bij het afscheid van een andere oom. Broers van mijn moeder. We zaten ook zoals vroeger op de achterste kerkbank, knikten wat in het rond en mijn moeder deed een wie is ook alweer wie bij de familie van mijn tante. Daar zon je van Tanteki. P. was een fijne oom, rustige man, goed verstand. Zat geen kwaad in. Samen kun je veel, bleek zijn credo. Hij las en schreef, hield bijen, maakte muziek, timmerde loodzware vogelhokjes en repareerde koekoeksklokken. Bijeen ging dat mis. Het vogeltje zei geen koekoek, maar vroeg zelf hoe laat het was. De kerk in Terapel is prachtig en wij, katholieken, maken ook iets van zo'n afscheid. Met wijwater, wierook, orgelspel en koorzang werd mijn oom het hemelse paradijs ingeleid. We sloten af met een bijbels maal met soep en vis. Eén tante lustte geen haring, maar nam toch. Voor jou. Heb jij extra? Ik kon helaas niet naar FC Groningen. We moesten op verjaardag bij een kennis die 70 was geworden. Zal aan die dingen vernoemd? klonk het achter me toen we weer in de auto stapten.